Hey gasten van het Gamekanaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En vandaag gaan we weer een dienstje in de Audi en ik ben hier samen met Misha. Hallo. 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 En we gaan weer met de Audi op pad en we gaan eens even kijken of we nog wat verkeersdelicten kunnen gaan aantreffen hier zo. Dat is correct, dat is wel de bedoeling. Dus let's go. 40, 34, 28 status zijn. Nou, wij gaan nu op pad en we gaan eens even kijken of we wat tegenkomen. Ik denk dat het leukste is als we eventjes gaan lezen op het plekje waar ik tot nu toe een paar keer heb gestaan. Dat is wel een leuk plekje daar zo. Vind je best wel leuke delicten voor invoering in rijbewijs en zo, dus daar gaan we nu even heen. Ja, dat oh, wacht, we hebben hier ook gelijk. Ja, die komt wel hard voorbij, dus... Die gaan we meteen even gaat halen. Op mijn... Oh, nou, dat is de rood. Dat is sowieso al de rood. Ja, hij moet denken. Wat gaat hij doen? Hij gaat naar het HB. Nou, spreek hem maar even aan. Even kijken. Goedenavond. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Vraagje, wat is de bedoeling van u? U rijdt behoorlijk snel daar op dat traject. En je rijdt ook nog door een rood verkeerslicht. Oh, echt? Oh, jazeker. Oh ja, dat rode verkeerslicht heb ik echt niet gezien. Mijn excuses daarvoor. Oké, okay. Mag je jouw rij- en kentekenbewijs even inzien? U geeft met de F9 spier, meneer. Wat zei u? Met de F9 spier, meneer. Ja. Even kijken, volgens mij heb jij geen rijbewijs, is dat correct? Ja, ik ga niet voor okay. Je liggen. Nee, oké, okay, dat zie ik inderdaad. Nou ja, dat betekent eigenlijk al meteen, weet je ook hoe het werkt om een rijbewijs te halen? Ja, iemand zei het wel tegen mij. En ik heb een theorie, daar ben ik ook mee bezig, dus. Oké, nou ja, het is natuurlijk heel simpel, nu we je hebben aangetroffen zonder rijbewijs en rijden het achter stuur. Het is natuurlijk de bedoeling dat jij niet verder gaat rijden, dus dat even eigen vervoer regelen. Ja, echter krijg je wel een procesverbaal voor het rode verkeerslicht. Ja, en het rijden zonder een rijbewijs. En het rijden zonder een geldig rijbewijs, inderdaad. Ja, dat begrijp ik. En dit voertuig staat ook op uw naam, meneer? Ja, is goed. Kunt u dan even mij het ID laten zien van u? Dan kan ik het even controleren of het overeenkomt. Ja, is goed. Hoe laat ik die spier werken? Het gaat ook met de F9 spier, meneer? Ja. Chirone Bodewijn, klopt dat? Ja, dat is correct, collega. Oké, dat betekent dat het voertuig wel op zijn naam staat. Hey, meneer, een volgend ding, hè. Ik zie dat u geen kentekenplaat voert. Nee, dat klopt inderdaad. Dat vroeg ik ook al. Ik had deze auto gekocht bij de car dealership, maar ik kwam zonder kentekenplaten. Ik weet ook echt niet waar ik het zou moeten... Oké, ja, misschien kun je eventjes regelen. Kijken of de ANWB nog wat kentekenhouders heeft liggen. Ik ga daar een 6 balen opmaken. Yes. Misschien kun je nog bij de ANWB even kijken of zij dat hebben. Ja, is. Yes. Ja, echt geen grap. Ik heb deze auto echt gekocht bij de car dealership zonder kenteken. Ja. Dat is een beetje raar, maar... Oké. Het mag vervolgen en dat u even een vervoertje moet regelen. Is goed. Oké, dan wil ik onlangs alles wil ik u nog wel een fijne avond wensen. Ja, hetzelfde. En hopelijk hoef ik er niet nog een keer staan aan touw zonder een rijbewijs. Nee, ik hoop het ook niet. Yes, hey, fijne avond. Hetzelfde, werk ze. Dank je. Nou, dat was wel weer een gelijke goeie. Dat was wel weer eentje. Ja, weet je, ik heb hem ook nog gematst met het onnodig klaksoneren. Jij moet trouwens eventjes het oranje uitzetten. Ja, dat is uitgezet bij deze. Het amber staat uit. Nou, we gaan eerst eventjes tanken. Ja. Dat was oranje. Trouwens, hier mogen we 80, nee, hier mogen we 130, dus dat klopt. Hier mag je 130, ja. Dus snelweg. Gaan we eventjes tanken en dan gaan we eventjes naar het plekje toe. Gaat het? Nou, we hebben een melding. Wat voor melding hebben we precies? Leg het ons even uit. Even kijken wat ik binnenkrijg via de mails. Er is een persoon knock-out geslagen. Twee personen zijn gevlucht in een Audi RS7. Aangezien het om een snel voertuig gaat. Mochten we hem nog aantreffen, dan gaan we even kijken wat het verhaal nou precies is. We gaan met Prio 1 die kant uit. Hoezo kunnen we maar 150? We hebben weer een klein broodje buurt. U zei net status 3, mij rijden 200. Nou, positief. Ik heb hier een busje met één of zo. Het valt reuze mee. Ik ga de ambulance even kunnen stellen, even kijken of er iemand gewond is. De 34-28 met de 34-40 zakken af. Wij haken af. Oké. Nou, we staan nu op de plek.
En hier gaan we eens eventjes wat voertuigen controleren. We staan op een geheime plek, vandaar dat jullie de plek niet helemaal kunnen zien. En eens even kijken of wij nog iets gaan aantreffen. Ik ben wel benieuwd. Ja, hier komt er sowieso eentje voorbij. Ja. Nou, zodra we er een hebben en we erachter zitten, dan is het aan jullie. Nou, we hebben er eentje. 314, zoals je kan zien. Spreek jij maar van? Ja, ik kan even wel meelopen met de telefoon. Ja. Goedenavond, meneer. Je mag even plaatsnemen in je voertuig. Nee, ik zou hem gewoon lekker hier laten staan. Nou ja, oké, weet je, dan handelen we het hier even af. Even kijken, wie is de bezuurder? Dat bent u. Wil je even met mij meelopen, meneer? Goed, de reden voor staandehouding. We waren hier gewoon aan het wachten, aan het posten. We dienen jouw aankomen rijden, nou, niks mis mee natuurlijk verder, maar aan jouw snelheid, daar hebben we geen woorden voor eigenlijk. Oké. Dat gaat om 314 km per uur. Dat is mag ik jouw roepnummer? Dat mag u zeker, meneer. Ik ben de 3440. Oké, ik ben de 3433. Oké. Ja, maar dat maakt niet uit, hè? Dat maakt niet uit. Te hard is te hard. Te hard is te hard. En we hebben geef maar een bekeuring, dan betaal ik hem gelijk. Maar dat, ja, dat kost je rijbewijs, hè? Dat kost je rijbewijs. Ik rij wel terug, ik heb mijn rijbewijs. Ik heb namelijk niet de bedoeling jullie dat je met 340 km per uur rijdt. Ja, als je goed in de porto had geluisterd, had je geweten dat we daar stonden. Ja, ik wist dat jullie daar stonden. Ja, en dan nog rij je zo hard langs. Doe wat jullie moeten doen. 48 is voor status. Nou ja. Even kijken. Ja, de 28 staat eventjes bij de staanhouding. Goed, mag ik even je rijden kentekenbewijs van het voertuig zien, meneer? Informatie, zijn er zojuist twee leden van een winkeloverval met redelijk wat druk en dreiging richting het gevangenis gegaan. Wij sturen de BE met de DSI die kant op voor uw informatie, hoor. Ja, is begrepen. Nou, we hebben er weer eentje. 320. Let's go. Even richting de binnenplaats. Zo, nou die rijdt wel hard. Zicht. Ja. Zicht verminderd. Nou, we komen even terug zodra die daar is. Zo, hier slingert er eentje. Heel eventjes kijken, ja. Hij stopt netjes. Van de algemene verkeerscontrole uitvoeren. Yes. Nou, ik ga er even heen. Of wil jij hem aanspreken? Dat mag ook. Nee, jij kan hem wel. Goedendag, meneer. Reden voor staanhouding. We zagen je erachter een beetje slingeren, hè? Dus ja, wij willen even zeker. Er zat wat voor mij in de auto. Ga hem maar uit, collega. Ga maar naar buiten. Oké, heb je een Ryan kentekenbewijs voor me? Ik heb geen rijbewijs. U heeft geen rijbewijs? Nee, en moet van toch geld verdienen om het geld te verdienen, zeg maar. Ja, maar als je de server, als je hier komt, dan heb je eigenlijk al wel geld om een rijbewijsje te kunnen kopen, lijkt mij. Ja, dat klopt. Echter, van wie is dit busje als ik vraag mag? Is dat van uw opdrachtgever? Mijn werk. Oké, dat is van uw werk. Nou ja, dan zijn we eigenlijk heel simpel. Dat was er weer een eenmaal rijder zonder rijbewijs. Ja, nou die hebben we binnen. Nou, dat is ook weer op gelost. Ik heb hem aangesproken en even kijken of hij gaat luisteren naar mijn aanwijzingen. Ja, nou dan gaan we weer retour. Stopbord mag naar uit. De volgende. Ja, we hebben er weer eentje. 210. Nou, even kijken. Best wel snelle wagen. Overschrijding van 80 km per uur. Stopteken staat. Ja, dat is gewoon een invordering. Ja, dat betekent dat meneer zijn rijbewijs opnieuw mag gaan halen. Hallo. Wacht even, een momentje. Heeft hij ons gezien of Dat vraag ik me af. Ik heb blauw er al opgezet, dus Oh, bij mij niet. Ik zit even te spelen met de sirenes, kijken of hij het ziet. Heeft hij het door nu? Ja, nu moet hij het wel door hebben hoor. Ja, zit er vandoor. Ja, zit nog een andere auto. Ook even opletten dat hij niks uithaalt. Wat doet hij? Nee, die rijden gewoon door. Dat, Ja, dat weet ik zo net nog niet. Roep de collega's maar even in. 3440. Zijn er overige eenheden beschikbaar die even bij ons willen blijven? Even dan met twee Brabants voertuigen die eruit komen. Even mij even tussen een ja, natuurlijk. Yes. Oké, collega's ingelicht, echter. Oké, ja. Yes, top. Ja. Hey, het volgende. Heb je enig idee waarvoor we weer aan de kant zetten? Ja, ik zag jullie al mee. Negatief. Wat zei je? Ik zag jullie al achter die brug, maar het was al te laat. Ja, hey, dat houdt wel in dat je rijbewijs bij deze wordt ingevorderd. Oké. Want ik weet niet of je enig idee hebt hoe hard je reed.
Ik dacht dat ik niet meer dan 160, 170 of zo reed. Ja, bij ons kwam je voorbij met 210. Oh. Dus ja, daar krijg je ook een procesverbaal voor. En je rijbewijs ingenomen. Het betekent dat wel dat je gelijk ook niet meer mag doorrijden met je voertuig. Dus er zal iemand anders moeten komen om hier je voertuig weg te halen en jou misschien mee te nemen. Ik weet niet of dat mogelijk is. Ja, ik heb eigenlijk helemaal geen vrienden op deze stad. Dus oké. Okay. Dat wordt wel een ding op zich. Kunt u hem niet met mij samen naar Paleto? Misschien nog mijn collega eventjes in kan stappen en even... De garage bijvoorbeeld. Dat zou me echt een hoop tijd kosten. Collega? Ja? Ben jij misschien beschikbaar om eventjes hem af te zetten bij Polito? Even kijken, met zijn auto afzetten. Echter hebben we maar één dat ik zijn auto meeneem. Ja. En dat jij hem dan afzet? Of? Ja, dat kan, dat is goed. Oké, okay, nou top. Doen we dat, dan regelen we het zo. En deze gaat sowieso het hard. Ja, 2.15. Hoppa. Nou, dat is er weer één. Oh, deze gaat er vandoor. 250 km per uur blijft uitlopen. Ja, nou... Stopteken staat. Oh, wat? Die slagboom was ineens terug. Ja, die was... Oké, ik zal even... Zo. Ah ja, hier hebben we rijtraining voor gehad, hè? Ja, gelukkig wel. Nou, blauw gaat erop. Ja, blauw staat aan. Hij is, denk ik, aan het vluchten. Nou, richting politie zometeen. Ik kom op jullie terug als we hem aan de kant hebben hoor. 2.25, nou, heb je dat? Ja. Yeah. Zit voor toch. Oké, nou, let's Goeiedag. Go. Hoi. Goeiedag. Hoi, even je rijbewijs alsjeblieft. Ja, van mij mag je. Mag ik vragen waarmee je allemaal bezig bent? Ik was je even aan het bellen en ik had gewoon mijn gas eigenlijk te diep ingedrukt. Je was aan het bellen. Ja, we komen op een snelheid van 215 km per uur, geloof ik. Ja, dat zou kunnen kloppen. Dus ja, daarvoor ga ik wel je rijbewijs invorderen. Ja. Heb jij een verklaring waarom je zo hard reed? Nee. Nee, je hebt geen verklaring. Je wilt ook geen verklaring afleggen. Nee, het enige wat ik weet is dat ik mijn gas gewoon te ver tegendrukt. Oké. Ik vind dat wel een beetje lullig dat je die ARC inpakt, maar dan reed ik niet. Nee, dat reed je niet, maar op een rijbewijs... Ik ga het voertuig natrekken. Ja, is goed. Maar op een rijbewijs, als je kijkt op je pasje, zeg maar, dan staat dat natuurlijk allemaal gewoon op één rijbewijs. Dus ja, als je je rijbewijs gewoon kwijtraakt, ja, dat is misschien heel lullig, maar je rijdt met zulke hoge snelheden, dat is niet meer normaal, joh. Je rijdt hier zo'n stuk spook. Ja, laten we eerlijk zijn dat het er allemaal niet heel, heel fraai uitzag. Nee, oké. En dan rij je vervolgens ook nog door die grenspost daar zo heen, echt vol. Yeah. Vol door die slagboom, ja. Daar worden wij niet heel vrolijk van. Je hebt 3 bekeuringen van mij ontvangen. Eentje voor de snelheid. Die ook echt. Ja, eentje voor de snelheid, eentje voor het spookrijden hier zo. En eentje voor het roekeloos rijgedrag met vernielingen, dat was met de grenspost daar. Nou, dan, ja, zien ik heb we ze net... meteen betaald voor je. Ja, top. Dan zien we het bellen wel even gewoon door de vingers. Maar nee. Wil je nog een verklaring afleggen? Ja, je zei net al, ik was aan het bellen. Ja, ik was aan het bellen. Ik weet niet wat ik voor de rest nog op moet zeggen eigenlijk. Oké. Nou, dat is helemaal goed. Alles is in orde met het voertuig. Yes. APK is netjes. En ja. Eigenlijk is alles wat goed kan zijn, staat goed. Nou, top. Hey, geen gekke dingen aan. Ga nou niet meer verder rijden, want... Het heeft eigenlijk geen zin meer, want dan wordt dadelijk weer gepakt. Al even, ja, dat weet ik. Over 2 weken krijg je weer uitslag van justitie en dan weet je in ieder geval of je nog door mag rijden. Yes? Yes, oké. Okay, dus ik kan nu niet naar het CBR toe om weer een nieuwe aan te krijgen. De broodje OOC kan dat. Ja, dat is gewoon de bedoeling. Oké. Okay. Yes? Oké. Okay. Nou, helemaal goed. Hoi hoi. Dankjewel. Oké. Nou, dit was wel weer een leuke. Dit is een leuke. Maar ook gewoon iemand die echt meedoet, weet je. Ja, maar die moet je houden. Nou, gaan we weer terug naar onze plek. Ja. Even kijken of we zo'n tempo blauw eraf kunnen vinden. Ah, top. We wilden echt letterlijk net gaan om te controleren. Oh, 2.34 was het. Ik heb hem weggeklikt, per ongeluk. Ik heb hem er nog op staan. 236 km per uur, dus we hebben er
mogelijk ons vierde persoon. Kijk, ik heb hem nu geklokt op 193, dus nog te snel. En gaat hij door de grenspost? Ik heb hem op 236 staan. Ja. Stopteken staat. Ja, mij ook maar. Ja, slingert een beetje. Zal ik even met blauw signen? Ja, maar jouw blauw werkt steeds niet. Oké. Okay. Verkeerd. 440 achtervolging. Ja, positief. Grenspost bij de militaire basis. Gaat om een Golf Mark 7, witte kleur. We gaan momenteel richting de stad vanaf het legerbasis. Zo. Jo. Persoon klem gereden. Ja, persoon staande. Meneer, wat is er aan de hand? Ah, je mag nu je voertuig uitstappen, man. Je mag nu uitstappen. Mag nu even uitstappen. Rijd er nog één eenheid voor de zekerheid even mee. Bij deze ben je aangehouden voor het vluchten van de politie. We staan nu stil iets verder bij de grenspost militaire basis. Rijbewijs? Iets verder bij de militaire basis, na de grenspost. Die heb ik jammer genoeg niet bij. Die heb je niet bij. Oké, wat is je naam? Vergeten. Oké, heb je voor mij een ID? Wat zei je? Heb je voor mij een ID? Hoe kan ik die geven? F9 spier. Wat? F9 spier. Wat was je naam ook weer? Okay. Jij kan je ID geven. Ja, ik ga even kijken. Jij hebt geen rijbewijs. Mijn naam is, wil je mijn hele naam weten en zo? Nee, ja, die staat gewoon op je ID. Ga je mijn ID zien dan? Die zie ik. Momenteel eenmaal. Ik ga heel even chauffeuren vanwege het vluchten. Ah ja, meneer, maar het was. Ik raakte in paniek, maar ik heb helemaal niks. Okay. Laten we even weten. Heb jij dingen bij je die je niet bij je mag hebben? Nee, helemaal niks. Okay. Daarom ging ik aan de kant staan, daarom dat je vol tegen mij bent geraakt. Oh ja. Oké. Hey, het volgende. Je krijgt van mij een paar procesverbalen. Jo. Kom op, man. Bedankt voor de inzet. Ja. Je krijgt hem voor de snelheid. Je krijgt hem voor het vluchten van de politie. Voor het roekeloos rijgedrag zonder vernieling. En voor wat nog? Komen haren die wit zijn? Voor mijn jachtje rood is? Nee, dat doen we niet. Geen bericht? Alsjeblieft, als jij niet in afhandeling bent, wel gewoon de normale porto's kunnen binnenkomen, zodat wij ook kunnen bereiken als nodig is. Wij staan bij de grens, dus ik zit porto 6. Oké, is begrepen. Nee, heeft het misschien aan mijn huiskleur te maken? Nee, heeft niks met je huiskleur te maken. Zo voelt het wel, kort. Oneerlijk behandeld. Nou ja, dat is iets wat u voelt en dat is zeer onprettig om mee te maken. Ja, hey, heb jij genoeg racisme in de wereld, hè? Nou, dit is niet vanwege racisme. Jij gaat er gewoon vandoor, vandaar dat je de bekeuring krijgt. Heb jij een reden waarom je er vandoor ging? Buiten het niet hebben van een rijbewijs. Ik raakte gewoon in paniek, dat was het. Oké. Nou ja, als je gewoon was gestopt, had je een boete gekregen voor het rijden zonder rijbewijs en had je de rest dan niet gekregen. Ik ga je weer losmaken en dan kun je in principe je weg vervolgen, maar zonder auto. Want jij mag dus niet rijden, want je hebt geen rijbewijs. Ga je weer rijden, dan pleeg je een misdrijf en word je aangehouden. Is dat duidelijk? Ja, geen probleem. Nou, dat is helemaal goed. Wens ik je verder een hele fijne avond. Ja, jullie ook. Wat een wappie. Jezus. Oké, dit was er echt wel weer eentje. Ja, dit is. Dit is echt zo'n pannenkoek. Een persoon die op de snelweg liep, dus even terug. Een persoon op de snelweg, oké. Meneer, wat doet u op de snelweg? Hallo? Ja, hebben jullie die zwarte auto gezien die net weg is? Ja. Ja, die was me heel de tijd al drie keer overrijden. Oké. Kunnen jullie me even bij de kortstbijzijnde tankstation brengen? Als dat vooruit dan, stap maar achterin. Ja, dankjewel meneer. Zet u even af, want op de snelweg lopen is geen optie, hè? Ja, dankjewel. Nou, mooi. Nou, top, dit was de dienst.
We hebben aardig wat overtredingen weer. Ja, dit was echt een specifieke... 4, 5 dit keer? Ja, zoiets. Dit was wel echt een specifieke verkeerscontrole. Dan stappen we ja, even uit. Ja, dat is meer echt inderdaad even gericht op het verkeer inderdaad. Ja, ik zou even uitstappen. Dus zo. Ja. Nou ja, even kijken wat de volgende diensten weer gaan brengen. Voor nu is het tijd om naar huis te gaan. Ja, de dienst zit er voor ons op, dus dan gaan wij afsluiten. En dan aankomende zaterdag weer een nieuwe video om 5 uur. En dan zie ik jullie dan. En zoals ik altijd zeg, laters.